Welkom bij de tweede aflevering van Emergency 4. Inderdaad, en we gaan vandaag weer wat leukste van proberen te maken natuurlijk. Inderdaad. We zijn in Los Angeles. Weer. Ja, het is toch een van de betere Emergency 4 routes. We hebben hier gewoon routes over zitten, nog een beetje in de Train Simulator wereld natuurlijk. Nee, de mods, moeten we het dan zeggen. Dus ja. Mods. Mods, dat noemen ze toch ook wel eens moderators? Ja, dat is weer van een ander spel. Ja, andere spellen. Je hebt het ook op een forum, een moderator. En op online spellen. Ja, laten we maar geen namen noemen, want dat is om depressief van te worden. Zo, we zitten de sirenes even aan. Heerlijk, hè, zo'n sirene. Het klinkt ook echt als Amerika, moet ik zeggen. Ja, in zo'n drukke stad in Amerika, zoals New York, dan hoor je altijd ambulance-sirenes of ja, politie of brandweer. Precies, er is gewoon altijd wel iets aan de hand. Altijd. Oh, ik nee. Ik zou nog wel eens een keer naar Los Angeles willen heen gaan met vliegtuig, maar ja. Nou, precies. Zou jij daar nog een keer heen willen, Los Angeles? Wacht even, this person is server in can be... Oh, hij moet gestabiliseerd worden of zoiets. Even kijken hoor. Heel even wachten. Zo, noem het even zo. Naar Los Angeles? Ja, jij? Ja, maar op zich wel. Ja, ik vind het vliegtuig nooit zo, ja. Ik vind het wel leuk, maar... Kijk, Engeland is wel heel eng natuurlijk, hè? Oei, dat klinkt niet goed. Amerika bedoel je zeker? Ja, dat duurt allemaal zo lang. Ja. Je bent druk aan het typen. Hoor je dat? Ja, dat hoor ik. Oh, dan horen de kijkers het zeker ook. Ja. En weet je wat ik het leuk vind aan een game channel? Ik zie lichte stijging in kijkers. Ja, ik ook. Mooi, ja, toch? Ja, precies. Nou ja, er komt... Je hoort dat het aan de muziek als er weer een melding komt. Ik denk dat er zo weer eentje komt. Oh, we hebben een dooie. Ja hoor, we hebben een dooie. Dat begint al goed. Weet je wat we eigenlijk ook nog een keer moeten doen, Dimmy? Een livestream. Ja, dat zitten we al de hele tijd te zeggen. Ja. En een marathon, dat komt er ook nog een keer aan. Ja, dan moeten we toch wel wat meer abonnees hebben, hoor. Want meer kijkers, want dit is dan... Dus abonneren, zal ik zeggen. Precies, dan gaan we hele leuke dingen doen. Nou, er komt een lijken, volgens mij was dit een lijkenwagen, dus ik heb opgeroepen. Denk ik. Kijk, wat hebben we nog meer? Nee, dat was een lijkenwagen. Wat is dit dan? Ja. Oké, nou, mooi. Oh, kijk, hoppakeetjes. Zo, nou, we hebben de dooie wordt afgevoerd. Klinkt heel lekker, hè? De dooie. Zo, nou, kom maar op met de volgende melding. Vorige keer waren we hier toch zo druk? Of was het een Emergency 5? Geen idee. Hou ik niet bij, hoor. Kijk eens hoe realistisch het allemaal is, joh. Oh, terug jij. Ik vind dat ze in Emergency 5 een hele vette vrachtwagen hebben. Het is een hele lange neus.
Weet je wat ik bedoel of niet? Ja. Kijk, dat zie je hier ook op de game. Dat vind ik echt vet. Nee, we gaan even kijken. Nou, kom maar op met de volgende. Someone has fallen and is slightly injured. Treat and remove. Zo. Nou, daar komt alweer een ambulance. Ik denk alleen dat die sneller was geweest als die vanaf hier vertrok, maar... Kunnen we ook doen. Ja, mag deze terug. Zo. Zo, ik moest heel even niezen. Dus hadden we dat even... Mijn microfoon aanwezig. Zo, nou, we hebben hier nog een... gewonde die sowieso gered gaat worden. Attention, rioting civilian. Arrest and remove. If necessary, treat any casualties and take them away. We roepen gelijk ook een ambulance op, want ik denk dat de politie niet snel genoeg is om... kijk, dat bedoel ik. Dus dat is voor de voorzorg, nou roepen we gelijk een ambulance op. Kunnen we gelijk nog eentje oproepen, denk ik. Hoor je die sirenes ook, of niet? Ja. Mooi geluid, hè? Heerlijk. Zo. Heerlijk. Die kan terug. En die kan naar... ook terug. Zo... Zo, ik heb vandaag nog wat vuurwerk gekocht. Yes. Oh, echt? Ja. We mogen bijna wel toepasselijk dan een emergency, hè? Hoezo? Nou ja, dat gaat ook altijd allemaal mis. Ja. Hé, hey, maar morgen is het natuurlijk oud en nieuw. Lekker afsteken. Knallen. Knallen met die handel. Wat heb je gekocht dan? Ja, hoe heet dat? Een paar pijlen, siervuurwerk van die bakken, van die grote... Van die bakken. Ja, bakken. Zit er allemaal van die pijlen in. Ja, meer siervuurwerk en een paar rotjes, pakjes rotjes. Daar ga ik dan een beetje mee experimenteren, dat is altijd wel leuk. Ja, die rotjes die doen toch niet veel kwaad. Hey. Die kan je nog in je handen af laten gaan. Nou, zeg dat maar niet tegen die kijker. Straks doet hij wat in zijn wij verantwoordelijk. Doe maar niet, doe maar niet. Nee, niet in je handen af laten gaan. Als je slim bent... Ja, ik weet niet of je dat slim kan doen, maar je kan wel Romeinse kaasjes of zo. Grondbloemen, die kan je ook in je handen af laten steken. Dan. Hè? Huh? En dan? Nou ja, de grondbloem die doet één keer een hele harde dingen met vuur doet die uitspuiten. En daarom gaat die ronddraaien. Maar als jij goed kijkt op een grondbloem, dan zie jij een gaatje. En daar komt dat vuur uit. En oh, dus je kan gewoon je hand houden recht en dan komt dat vuur eruit. Ja, als het goed is moet dat... ik heb dat een keer gezien dat kan. Maar... Probeer het niet thuis. Probeer het maar niet thuis, inderdaad. Hey, inderdaad. Kijk maar gewoon op YouTube als je dat wil zien. Oh, we hebben een demonstratie. Altijd leuk. Wat roepen ze nou? Geen idee. Maar wat dat zo is bij die demonstratie, er komen steeds meer mensen op af. Dus daar moeten we snel bij zijn natuurlijk. Ik kan mijn mond niet houden. Hé, dat dacht ik dus ook al. Hou je mond eens even, joh. We zullen ook wel even een paar schutters er alvast op afsturen als ze gaan moeilijk gaan doen. Tot nu toe zijn het er 2, maar dit kan ook al heel makkelijk 20 worden. Ik spreek uit ervaring met Emergency 4. Ja. Oh, nog even over vuurwerk, hè? Over die Romeinse kaarsen. Ja.
Kijk, op de verpakking staat altijd, hou ze niet in je hand vast. Nou, ik hou ze altijd in mijn hand vast. Dat doet iedereen. Vind ik zo raar dat dat niet kan. Kan je er ook bijna op zetten, steek ze niet af. Nee. Ze zet een fles in de grond en zet hem daarin. Ja, doei. En dan zeker op 20 meter afstand ervan staan. Ja. Nou, met een vuurpijl afsteken doe ik ook nooit een fles in de grond, hoor. Nee. Ik zet gewoon een wijnfles neer, ik zet die pijl erin en ik steek hem af. Zo, hoppakee, we hebben ze... Nou ja, natuurlijk voor je eigen veiligheid kan je beter wel doen, dus... Oh, wat is dat geluid opeens hard? Zou wel aan mij liggen. Pickpocketing, dat is ook zoiets, toch? Dat is, hoe heet het, zakken rollen. Oh, die heeft een geweer of een pistool bij zich. Nou, dat is goed dat we dit erop af hebben gestuurd. Oppakken die handel. Sluipschutters. Oh, hij gaat bijna het spel uit. Nee! Nou, dan moest ik ook weer heel snel bij zijn. 10-4. Helaas. Nou, dan moest het ook weer heel snel zijn. Nou, de volgende melding mag komen. Volgens mij hebben wij alles... Oh, we hebben er hier nog eentje. Oh, wacht, dat wordt nou weggebracht. Gaat weer iets gebeuren. Ik hoor het aan de muziek. Ik hoor het gewoon. Er gaat iets gebeuren, Dimmy. Rabies alert. Hoppakee. Neutralize the infected animal. Prevent the rabies from spreading. You will need to treat any victims and take them away. Center, be advised, I'm 1097 in the area. Center, be advised, I'm 1097 in the area. Heerlijk, hè, zo'n geluid. Heerlijk. Here we go. Here we go. It's done. No problem. Hoppa, lekker knallen. Knal jij? Of ja. Moet een hond afschieten. Want die mensen aan het... Okay. Attention. An incident of shoplifting has been reported. The thief is escaping. Arrest and take him away. Het is maar druk met politiemeldingen. Waar is die dan? Oh, dit is hem. Het valt mij altijd wel op dat we in emergency heel veel stil zijn dan bijvoorbeeld Minecraft of zo. Of Train Simulator. Ik wou zeggen. Je moet opletten natuurlijk, hè. Ja, kijk hier. Dit is... Je hebt ook vaak video's van al die Duitsers dat ze helemaal niet praten.
Ja, dat vind ik zo saai. Ja, dat is saai om te kijken. Vuur. Oh, er staat een boom in de hens. Even kijken. Zo, en we hebben alweer een dief hebben we opgepakt. De politie in Los Angeles doet meer dan in Nederland. Ja, in Nederland doen ze helemaal niks, nee. Ik wou zeggen. Ja, ik had wel pas gebeld. Ik zit hier aan de overkant wonen een paar van die gastjes. En die steken altijd ver voor de kerst steken ze vuurwerk af. En dat doen ze heel vaak. Dus ja, heb ik de politie opgebeld. Ja, ik schrik me steeds kapot. Ik zit bij het raam, mijn kamer zit bij het raam, zeg maar. Mm-hmm. Dan steeds schrik ik me kapot van die knallen. Dus heb ik naar de politie gebeld, want dat mag natuurlijk niet. En toen hebben ze er wat aan gedaan. Toen zijn ze naar de jongens in huis geweest en een waarschuwing gegeven. Jij doet dat nooit. Ik steek nooit voor oud en nieuw af, want... Jij steekt alles voor Sinterklaas al af. Inderdaad. Nou, kom op. Waar blijft die brandweerauto nou? Het was heel lang dit. Een beetje apart, maar goed. Een beetje... Misschien kunnen we nog wat mensen extra oproepen. Even kijken. Zo. Nou, doen we het wel even zo. We hebben weer een demonstratie. En weer over GreaseX. Wie dat zegt? Ja. Ja, inderdaad. Het zijn 3 mensen tot nu toe, 2. Maar er komt nu een derde bij, denk ik. Ja. Ah, kijk, dat gaat wel hard. Of als ze een paar sluipschutters erbij hebben bestellen. Kijk, nu gaat het wel wat harder met demonstratie meestal. En we hebben een brand. Karren met die wagen. Gassen. Heel het bos staat in de lichte laaien. Zo, we hebben inmiddels al 5 stakers. Kijk, dit gaat wel wat serieuzer worden. Met... Zo, je kost steeds meer van die meiden gillen. Ja, maar het is, als je er eentje arresteert, dan komt de rest allemaal op je af. Dus dit is wel even serieuze business. Oh, we hebben er eentje die is gewond. Copy. 10-4. Dan moet je nagaan als je dit met een stuk of 20 mensen... Oh, gaat er nog eentje nokkie. Nou, dan zou ik... Sorry hoor, maar dan zou ik ook niet eens een ambulance voor bestellen voor die piepo's. Doei. Dat mag niet hoor. Dat mag niet. Nou, we hebben er toch 3 aangehouden. 2 gewond. Oh, er gaat er nog een staken, joh. Gaat er nog eentje er gewoon door?
Resist. So drop 1019, 1051 to the station. When you go through here, go for it. So to be advised, I'm 1097 in the area. Nou, de brand is lekker aan het uitbreiden. Ze staan er maar bij en blussen, denken ze. Nou, laten we dat vandaag maar niet doen. We gaan er nog wel wat extra naartoe sturen. Zo. 10-4, roger. Ik heb wel zin om te vloggen. Vloggen, ja. 5000 abonnees gingen we dat wat doen, toch? Ja. Ja, moet er nog even. Nog iets van 4000. Dus abonneren, mensen. Nou, we zijn druk in game. Ja, en er is iemand die vlogt elke dag en die is ook heel bekend. Maar naar ons kan je liever kijken. Daar kijk je liever naar, hoor. Want dat wil je wel zien. Wat wij gaan doen in ons leven. Resist! Oost, hou je mond eens, joh, wijf. Wijf, hou je mond. Ga je hem ook op je werk filmen met vloggen? Nou ja. Dan word ik wel fulltime vlogger, hoor. Yes. Van 9 tot 5. Van 9 tot 5. Copy. Ik denk als ik deze gewonde mensen weghaal, dat de stakers automatisch ook weg zijn. Gaan we dan ook bij elkaar wonen? Ja, toch? Lekker goedkoop. Zal ik dan ook een petje kopen? Hoort er wel bij, hè? Ja, en dan samen naar de YouTube Gathering. Ja, dat moeten we sowieso wel doen. Gaan we ook naar het Jaarbeursplein? Komen onze fans? Kopen een blauwe auto, oké? Okay? Dan gaat geld rollen. Kan je zeggen. Maar dan worden de video's wel beter natuurlijk, hè. Dat Ja, kijk, als wij fulltime als wij van YouTube gewoon fulltime kunnen leven, zeg. Ja, nou niet leven per se, maar hey. Als we zeg maar dat als werk kunnen doen. Kijk, nu hebben wij er nog iets naast. Dus nu kunnen wij ons niet 100% op YouTube concentreren. Dat is en nu doen we het ook gewoon als hobby. Want ja, we werken voor geld. En als we het nou fulltime kunnen doen, dat we onze baan op kunnen maken. Ja, dan kunnen we betere video's maken. Precies. En wat meer, misschien wel 4 keer per dag, toch? Ja, 4 keer. 4 keer per dag kan toch wel lukken als je er fulltime mee bezig bent. Oh ja, 9 tot 5, dan moet dat wel lukken, ja. Ja, ik ken mensen die werken van 9 tot 5 en die hebben maar 2 video's per dag online. Roger. Zo, nou. To the fire station. Nou, als deze brand gedaan is, dan zit de gamer voor de multiplayer game voor Emergency 4 er alweer op. Koop ook een hond. Ja, hoe noemen we hem? Ja, verzin jij maar een naam. Spoiler. Nou, die melding niet. Ik moet ook een. Oh, een hamster heb ik al, laat mij. Dat is echt een baas. Ja.
Nou, dat was voor deze week de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren en we spreken je graag weer de volgende keer met een nieuwe Emergency 4. Doei!